I'm Dirk Boon from Yokogawa, Belgium. And today we are here at Ajinomoto Biopharma Services to share another story with you about control system migration. So it was back in 2018 when I had my first meeting with Ajinomoto Biopharma Services and together with the project manager Christophe van den Berge. He was looking for a system with a high availability and high flexibility. We wanted to increase our safety. So we have installed C-loops based on a HACCP study. Together with that, we wanted to use RESIPEs in our installation, and we upgraded our automation system to suit that. Op de site in Wetteren hebben we twee hoofdactiviteiten. Enerzijds extractie van plantaardige materialen, die ten dienste zijn van de voeding, maar ook van de farma. En de grootste activiteit is het vervaardigen van intermediaire en actieve producten die toegepast worden in de farmacie. Waarom is er destijds gekozen voor het controlesysteem van Yokogawa? Wel, destijds is de Yokogawa gekozen omwille van enerzijds de robuustheid van het systeem. We hebben al eerder ervaringen gehad begin de jaren 90 met Yokogawa. Enerzijds en anderzijds ook de wil van Yokogawa om ook in de sector zoals wij die nu hebben, om de GMP ook te gaan doorbreken. En dat leek ons in een goede samenwerking te zijn tussen beide bedrijven. Together with good project management from Yokogawa and Ajinomoto Biopharma Services, we were able to increase the information to our automation system. We have doubled it in those 4 months project. Wat dat heel belangrijk is voor ons afdeling, we hebben geen nachtploeg. Dus we laten de processen verlopen overnacht. En het is dus heel belangrijk dat we kunnen vertrouwen op een goed automatisatiesysteem. Ook met de revamp is er een hoge graad van automatisering binnen de afdeling gekomen. Wat ervoor zorgt dat we onze processen beter onder controle hebben. Dat we onze ride first time verhogen. Dat we onze kwaliteit kunnen waarborgen naar onze klanten toe. En ook ons unplanned downtime gaan reduceren. Dus dat is zeker een stap in de goede richting. We are here sitting at the engineering station, the heart of the automation system. We have chosen automation design suite because we wanted to have in our project a class-based approach. The advantage of class-based programming is that you can have one sheet where you make one design, for instance, for a temperature control, and that you can instantiate it to each device so you have everywhere the same engineering. We use the intelligent Yokogawa NIO to connect the field devices and also installed touchscreens inside the installation to bring the control system as close as possible to the operator. Vroeger kon er enkel maar aangestuurd worden vanuit de controlekamer, maar doordat de schermen nu in de cel beschikbaar zijn, kunnen ze eigenlijk op de vloer effectief van ingrijpen, kunnen ze hun processen beter opvolgen en hebben ze een veel beter beeld wat er gebeurt in de reactoren zelf. Dus dat is zeker een grote stap vooruit. Dus naar de toekomst toe hebben we ook al een belangrijke stap gezet met dit nieuwe systeem, omdat we de optie hebben om recepten te gaan toepassen. Dus voor ons is dat heel belangrijk om op termijn over te gaan naar electronic batch records. Ook hebben we de optie om nieuwe systemen te evalueren op het gebied van data-analyse. Dus dat zorgt ervoor dat we opnieuw die processen beter kunnen controleren, kunnen gaan optimaliseren. En dat we op die manier eigenlijk ook een mooie stap zetten in onze journey naar digitalisation toe. Of course, from a historical point of view, Yokogawa has always been very successful in the oil and gas industry, an industry which is very demanding when it comes to robustness and availability. But with this project at Ajinomoto Biopharma Services, I think everybody can see now that also the pharma industry can have the benefits of high availability and flexibility.